Hoi, ik ben een aantal dagen naar Finland geweest omdat een vriend van Mert daar zat voor zijn studie en we gingen langs om hem te bezoeken. Dus dat was een klein tripje. Ik wilde eigenlijk geen shoplog maken, maar toen dacht ik van ik hoor heel vaak van jullie van het maakt niet uit als het klein is, laat het toch maar zien. Dus ik dacht, nou, dan maak ik er toch even een filmpje van. Ik heb dus bijna niet geshopt, maar toch wel een heel klein beetje. Dus ik dacht, laat ik het maar gewoon zien. Laat ik het maar gewoon laten zien. Dat is een moeilijke zin. Ik ga het gewoon laten zien. Finland heeft een aantal winkels die wel leuk zijn. Ik vond de Gina Tricot. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Vond ik wel leuk. En er was nog een winkel, de Seppela. Seppela. Ik vond het een beetje op de Finse H&M lijken. Ook gewoon met welke indeling ze hadden qua producten. Het leek ook wel een klein beetje op Forever 21, moet ik zeggen. Ik heb eigenlijk helemaal geen kleding gekocht. Behalve één ding dan, maar het is meer een pyjama. Laat ik maar beginnen bij dit super schattige ding. Dit is een super schattige trui. Sowieso heeft hij oortjes op de capuchon. Het is van badstof gemaakt, dus het is echt mega warm. Nou, het is niet echt een trui, het is meer een beetje een poncho. Dit is de mouw. Maar hij zit dus vast aan de onderkant van de trui. Dus als je hier je arm doorheen hebt, zit hij vast. Dus het is meer een soort van poncho. Ja, ik kan hem niet zo goed laten zien. Laat ik hem maar gewoon even aantrekken. Heel schattig. En als ik dan nu zo ga staan, dan zie je het een beetje. Kijk, het zit hier zo vast. Dus ik voel me een beetje een vleermuis eigenlijk. En wat super schattig is, ik heb hier twee zakjes. Maar dat is in de vorm van wanten. Zie je? Hier zit mijn duim. Zo'n zakje. En hier ook. En hier heb ik nog twee leuke pompons. Nou, het is echt een groot, wijd en een beetje een lomp ding, maar ik vind hem wel heel cool. En het grootste voordeel, hij is super warm. Het is echt heel lekker, hele lekkere stof. Ik ga hem aanhouden, want ik vind hem wel lekker zitten. Nou, dan heb ik nog meer super comfortabele dingen gekocht. Dit waren twee paar sokken. Dit was een aanbieding. Normaal was het 5,95 voor één paar sokken. Best duur. Maar nu was het 6 euro voor twee paar sokken. Dus dan betaal je 5 cent meer en heb je een ander paar erbij. Dat vond ik wel een goede deal. En aangezien het super fluffy sokken waren, zoals je ziet, heb ik ze gekocht. Ik heb ze in het mintgroen en in het lichtroze. Super cute. En ik hou heel erg van warme sokken in de winter. Dus ik dacht, deze moet ik hebben. Dan heb ik twee body lotions gekocht. En deze heette de Must Have Body Lotion. En deze heb ik in de geur Strawberry en Kiwi. En de geur Toffee. Of Toffee dus. Ik heb gewoon nog helemaal niet geroken. Dus dat ga ik nu doen. Oh, super warm. Ruikt echt gewoon naar een karameltoffee. En dan strawberry en kiwi. Het is heel handig, want ze hebben zo'n systeem dat als die zo zit, dan kan er niks uitkomen. En als je hem dan zo draait, dan kan die open. Het doet me heel erg denken aan een douchegel die ik heb. Nou, het is gewoon heel overheersend aardbei en een klein beetje zuurig door de kiwi. Ze verkochten ook Wet n Wild en Golden Rose en Berry M volgens mij bij die. Ik ben de naam steeds kwijt. Hoe heet het nou? Seppela. Seppele. Daar verkochten ze dat ook. En toen heb ik een paletje gekocht van Wet n Wild. En hij heet I'm Getting Sunburned. En ik vond het wel een leuke, eigenlijk hele zomerse, maar wel een leuke combinatie. Ik heb wel meer van dit soort paletjes van Wet n Wild gehad. En het pigment is altijd heel goed. Ik wacht even met zwart, want misschien wil ik er nog een artikel over schrijven. Maar hij heeft dus een beetje koper-gouden kleur. Een donkerbruine kleur. En een best wel aardig felle roze kleur. Ik weet even niet meer hoe duur die was, maar het kan niet meer zijn geweest dan 4 euro, denk ik. Dan heb ik twee hele schattige dingen gekocht. Ze heten de Make Me Smile Nail Stickers en ze lieten me inderdaad best wel lachen, want het zijn katjes en hondjes voor op je nagels. Ik kan toch niet de enige zijn die het echt heel schattig vindt, toch? Hier hebben we katjes en hier hebben we hondjes. Ja, ik weet het niet. Ik vond dit gewoon echt heel erg leuk. Volgens mij waren ze allebei wel iets van 3,50 per stuk of 3 euro of zo. Aan de prijzige kant, maar ik dacht, ik vond het zo leuk en ik heb dit nog nooit ergens in Nederland gezien. Dus toen dacht ik van, ik wil ze gewoon heel graag. En dan zie ik het zo voor me dat ik het zo op één nagel zo, bijvoorbeeld op mijn ringvinger zo doe als een accentje zo. Boven mijn nagellak. Is dit nou heel raar dat ik dit leuk vind? Of niet? Er komt straks nog iets waarvoor jullie me mogen uitlachen. Dus dat zullen jullie nog wel zien. Het laatste wat ik kocht bij deze winkel was. Ik vermijd de winkelnaam, want ik kan hem niet uitspreken. Was dit paar schoenen. Ik heb schoenen gekocht. En ze lijken een beetje op de schoenen die ik al heb. Want ik hou erg van laarsjes. Maar ik had geen bruine variant meer die ik kon dragen. Want de bruine laarsjes die ik 2 jaar geleden kocht, die zijn echt helemaal kapot. Dus ik wilde nieuwe. Nou heb ik gekeken naar Chelsea Boots. Maar ja, ik heb toch nog niet echt een paar gevonden waarvan ik dacht van ja, deze wil ik. Dus toen dacht ik, ik koop deze. Ik vond ze heel leuk. Ook apart zo hier met die veters eromheen. En ze hebben dus een rit, dus ik hoef ze niet te strikken. Dat is echt een super groot voordeel. 60 euro is wel prijzig voor zeg maar nep leer, want het is geen echt leer. Maar ze zagen er wel goed uit en ook mooi afgewerkt. Dus ik dacht, nou ja,
laat ik het maar gewoon doen. Ik wilde al heel lang heel graag bruine laarsjes. En dan tot slot, ik heb jullie wel eens verteld over de Moomins. Ik weet niet, het was wel op mijn andere kanaal, maar volgens mij heb ik ook wel eens verteld over op mijn site. De Moomins was een tekenserie die ik heel graag keek toen ik wat kleiner was. Ik kwam op Zeppelin, ging over een soort van nelpaarden. Ik weet het niet helemaal goed meer, want het was altijd een beetje een gekke serie. Maar die serie komt dus uit Finland en ze zijn daar blijkbaar heel erg trots op. Want ik kwam het echt overal tegen. Ze hebben Moomin Wine Gums, Moomin Kauwgom, Moomin Chocola, Moomin Drop, Moomin cadeauverpakkingen, Moomin thee. En toen later kwam ik zelfs nog een Moomin winkel tegen. Je snapt dat als ik dat als kind vroeger dus al best wel graag keek, dat ik er aardig enthousiast van werd. Ik heb me in kunnen houden. Ik heb ook een paar candy bars gekocht, maar die heb ik al opgegeten. Waren wel heel lekker trouwens. Maar ik heb uiteindelijk twee dingen gekocht die ik mee naar huis heb genomen. Allereerst Moomin thee. Oké, het is losse thee. Het is zwarte thee. Maar het is met aardbeiensmaak en er zitten ook aardbeienstukjes in. Eigenlijk heel simpel, maar iemand op mijn site zei dat dit lekker was. En toen dacht ik van ja, het is van de Moomins. Waarom zou ik het niet meenemen? Dit was gewoon in de supermarkt. En toen heb ik me in de Moomin shop laten verleiden tot iets. Het was allemaal super duur. Het was echt heel duur wat ze daar allemaal verkochten. Een beetje vergelijkbaar met van die Disney stores. Maar ik zag iets en aangezien ik een soort van pleisterverzamelaar ben met leuke opdrukjes. Ik heb al Jip en Janneke pleisters en Disney pleisters. Dacht ik moet deze Moomin pleisters kopen. Ik vond het gewoon echt heel leuk. Moomin staat er zo op. Ze staan erop op de voorkant. Ja, ik heb er een al meteen omdat ik een blaar had, maar ik ga meteen niet laten zien. Ja, ik kan ze niet goed laten zien, want ze zitten in die verpakking. Als ik ze eruit haal, dan plakken ze niet meer. Maar het zijn dus Moomin pleisters met allemaal verschillende opdrukken van de nelpaarden en van dit meisje. Dus, dat waren mijn aankoopjes van toen ik in Finland was. Minder dan wat ik gewend ben, maar dat maakt helemaal niet uit, want het is ook wel eens goed om wat minder te shoppen. En ik kwam gewoon niet zo heel veel tegen. Mocht je het leuk vinden om een sfeerfilmpje te zien van mijn reisje naar Finland, dan kan je hier klikken. Het staat op mijn andere kanaal. Dus dat was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!